Judith. Hey. Welkom, leuk om je weer te spreken. Wij spraken elkaar een jaar geleden. En toen, nou, je deed niet met het vingertje, maar je vertelde de zaal eigenlijk wel mensen. Er gaat nu echt iets veranderen. Hè? Die wetgeving gaat van kracht worden. En we zijn nu 5 maanden verder. En eigenlijk een eenvoudige vraag. Merk jij dat er wat veranderd is bij bedrijven, bij instellingen? Of is het eigenlijk gewoon overgewaaid? Nee, ik merk zeker bij de zorgsector dat daar wel veel wijzigingen zijn. Een groot deel van mijn cliënten komt uit de zorg. Maar sorry, die wet datalekken geldt op zich voor iedereen, hè? Die geldt voor iedereen. Okay, ja. Maar ik vind zelf dat de zorg, hoewel zij zelf vinden dat ze erg achterlopen, dat zij qua bewustzijn met de WWP vooruit lopen. En vervolgens komt daarachter industry, want die zijn heel hard bezig met de marketing. En die willen dan graag weten van goh, hoe ver kunnen we gaan met ons marketingbeleid. Waar gaan we grenzen over? We kopen nu een app aan. Die app die bevat 30.000 persoonsgegevens. Hoe gaan we dat reguleren? Okay, dus er is meer bewustzijn. En actie? Actie ook, in de zin dat ze zeggen van nou oké, we willen de gegevens bijvoorbeeld overgeven naar het buitenland. Hoe moeten we dat gestalte geven nu dat bijvoorbeeld Safe Harbor is weggevallen en de nieuwe principles zijn geïmplementeerd. Bedrijven die vragen van goh, ik weet dat ik een risico loop. Ik probeer dat natuurlijk te mitigeren, maar hoe kan ik dat risico verzekeren? Welke maatregelen moet ik implementeren om bijvoorbeeld mijn premie naar beneden te brengen, mijn verzekerde belang omhoog te brengen, mijn eigen risico weer naar beneden te brengen? Ja, ja. Wat zou ik kunnen doen? En je kunt natuurlijk helemaal niets over specifieke gevallen zeggen, dat begrijp ik ook. Maar zijn jullie nu alles met gierende sirenes uitgerukt omdat een zorginstelling dacht, dit is een foute boel. We hebben hier wel echt nu een datalek en we weten niet helemaal, het draaiboek staat nog niet vast, laten we er maar wat deskundigen bij roepen. Ja, ik ben wel eens vrijdagnacht gebeld, ja. En dan moest ik erop uit, ja. En dat was vermijdbaar geweest als daar een planning voor was geweest, dat hou je eigenlijk altijd van dat soort noodgevallen. Ja, die kan je niet voorkomen, maar je kan wel de impact verkleinen. Dus op het moment, zeker bijvoorbeeld Ontoit, die werkt met, ik moet het goed zeggen nu, dat ze in clusters werken van goh, hier staat die data, daar staat die data. Dus je kan niet als hacker zijn segmenten. Bijvoorbeeld, ja precies, helemaal door heel het systeem heen. Nou, dat zijn methodes waardoor je natuurlijk de impact van een eventueel lek kan beperken. Nu waren we daarnet bij een kleine paneldiscussie, waarin eigenlijk een van de thema's was, men ervaart dit. Jou ook, misschien als, ja, het komt er weer bij, we moeten weer ingewikkelde dingen doen, procedures doen, extra apparatuur misschien kopen. Andere mensen zeiden, ja jongens, het hoort er gewoon bij, er moet een omslag komen. Dat veiligheid en privacy is gewoon net zo essentieel als een stoel of een tafel of een operatiekamer of weet ik wat. Ja. Hoe ver zijn we daar vanaf? Nou, ver nog. En wat ik al zei, ik denk dat de zorg best wel vooruit denkt. Farmacie ook wel. Verzekeraars zijn meer bereid om te kijken van goh, hoe kunnen we ze helpen met onze producten. Ik zie ook dat privacy by design, cliënten van mij die gebruik maken van bepaalde applicaties, dat ik daar met de leverancier praat over hoe gaan we privacy by design inrichten. Al helemaal in het begin. Ja, ja. En wat doen jullie er al aan? En ik krijg ook heel vaak de vraag van een leverancier van goh, ja, ik weet dat je ermee bezig bent. Kan je ons tips geven hoe we dat kunnen inregelen? Dus langzaam maar zeker zie je wel dat op verschillende sectoren daar een wisseling in gedachten komt. Om de individu dus centraal te stellen. Maar ja, dat heeft het is een lange adem, maar de eerste stappen zijn gezet in ieder geval. Ja. Dus, nou, ik ben benieuwd, want er komt nog allerlei wetgeving op ons af in de komende jaren. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat we bij de komende Bright and Cloudies ik zou het nog meer over gaan horen. Hey, leuk je weer gesproken te hebben. Ja, bedankt. Oké, dank jullie. Dag.